Ik ben Harald Vastgezang van de spuiwerkspecialist. We staan hier op een project in Nijverdal, deze mooie boerderij. Die wij eigenlijk helemaal van top tot teen hebben aangepakt. Zowel het schilderwerk, het keimwerk, maar ook behangwerk, spuitwerk en het traditionele schilderwerk. We zijn inderdaad gespecialiseerd in spuitwerken. Dat komt een beetje vanuit onze achtergrond vanuit het schilderwerk. Dat was altijd een beetje een hobby. Door de jaren heen hebben we ons steeds meer ontwikkeld als een professioneel spuitbedrijf. Hebben zelfs een tijdje nog een eigen spuitcabine gehad. Zijn we helaas weer mee gestopt in verband met wat grote druktes. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat we genoeg ervaring hebben om eigenlijk dit soort projecten van begin tot eind helemaal aan te pakken. En dat kan dan betekenen dat we de deuren bijvoorbeeld schilderen, de kozijnen spuiten, noem het eigenlijk allemaal maar op. Dat is per project verschilt dat en dat verschil dat maken wij zelf. We zijn een schildersbedrijf die eigenlijk gewoon het spuitwerk erbij heeft gedaan en daar toch wel een beetje voor gevallen is. En dat maakt het eigenlijk dat wij traditioneel schilderwerk heel goed kunnen oppakken. Maar toch die nieuwe wereld van het spuiten daar net zo goed bij naast kunnen zetten. Er zijn heel veel voordelen op het gebied van snelheid. Maar snelheid is misschien minder belangrijk dan het resultaat. En wat verlangt de klant van ons en welke onderdelen zitten er binnen het project? Zelf zeggen we altijd heel veel, de plafonds moeten gewoon super strak zijn. Geen baanvorming, geen structuren, helemaal niks. En dan kiezen we daar voor het spuitwerk. Omdat het eigenlijk zonder structuur en een super glad resultaat geeft. De wanden, zeggen we juist, van dan gaan we ze rollen. Er zit toch een structuurtje in. Na de tijd kunnen we beter bijwerken. Kunnen we sneller en makkelijker de dingen weer oplossen als het nodig is. We gaan er altijd in overleg met de klant. En proberen dan soms per ruimte of per verdieping zelfs een plan te maken waar die klant zich goed en tevreden bij voelt. We hebben hier eigenlijk alles gedaan van het buitenlakwerk, keimwerk en het verouderen van de houten elementen. Keimwerk hebben we ook daadwerkelijk gedaan met keim, om toch die extra open structuur te houden. Het schilderwerk is allemaal uitgevoerd in Sigma Allure Gloss. En de dakkapel, wangen en de schuurelementen die zijn allemaal gedaan met de verouderingsbijts van Beumen. Om het hout wel iets te laten verjaren, maar daarna dat proces eigenlijk stop te zetten. Dus wanneer je dat eigenlijk goed bijhoudt, dan heb je wel een mooi vergrijs hout. Maar het slaat niet door naar het zwart. Binnen spuiten we heel vaak met VVO. Daar is de keuzes gemaakt omdat we daar heel veel volume in hebben gemaakt. Op een gegeven moment kies je ergens voor en daar gaan we nu ook mee verder. Ook daarin hebben we verschillende kwaliteiten en dat wordt eigenlijk ook altijd overlegd weer met de klant. De kleur is hier zeker wel een beetje bijzonder. We gaan hier binnen eigenlijk vanaf dat we de voordeur binnentreden, gaan we de bruintinten in. Dat verschilt een beetje van wat lichtbruin beige plafonds naar wat donkerbruinere wanden. En dezelfde tint door in de kozijnen en op de plinten. En een houten vloer of boven een gietvloer in het grijze. Dit is allemaal bedacht door een binnenhuisarchitect. En het is zeker een heel mooi plan. En ik denk wanneer het eindresultaat daar is, dat het ook absoluut heel mooi wordt.